Goedenavond, leden van onze patiëntengroep uveïtis. Hartelijk welkom bij deze tweede bijeenkomst, deze tweede digitale bijeenkomst dit jaar, waarbij we dit keer zullen hebben over het inzicht in het afweersysteem bij uveïtis. Helaas hebben we nog geen fysieke bijeenkomst, maar daar hebben we iets op gevonden en we hopen dat dat enig enthousiasme bij u teweeg zal brengen, namelijk het organiseren van een digitaal uveïtis oogcafé. Daar heeft wat gestaan in onze laatste nieuwsbrief en aan het eind zal ik daar nog een keer op terugkomen, maar ik wil het u alvast even noemen. Want dat is belangrijk als we lotgenotencontact willen hebben. We hebben vanavond als gast de heer Kuiper. Die is voor ons eigenlijk geen onbekende. Hij is al vaker, heeft die onderwerpen gepresenteerd. Altijd met groot enthousiasme, zeer deskundig. En hij is ook altijd heel goed te volgen in de taal. Voordat hij het woord krijgt, wil ik even, nog eventjes een paar punten bij u onder de aandacht brengen. En dat is de vraag of u in ieder geval de microfoon niet wilt gebruiken. En dat betekent voor mensen met de telefoon, dat als die per ongeluk aangaat, dat ze in ieder geval niet praten. Want anders wordt dat, komt dat geluid in de presentatie. Er is ook mogelijk om vragen te stellen. En u ziet boven in uw beeld een soort wolkje met een vraagteken. En daarbij kunt u, is een soort Q&A logo. En daar kunt u vragen stellen. En Richarda, onze secretaris, die zal naar de vragen kijken en als het vragen zijn die om verduidelijking vragen van de presentator, dan zal zij die zelf inbrengen en andere vragen zullen er op het eind worden bewaard. U kunt eventueel ook nog vragen mailen en dat gaat dan naar het e-mailadres van onze patiëntengroep, dat is uveitis@overeenvereniging.nl, maar misschien is het gewoon het gemakkelijkste om dat wolkje te gebruiken met dat vraagteken. En dan wil ik eigenlijk nu gewoon het woord geven aan de heer Jonas Kuiper. Hartelijk welkom en fijn dat u er bent. Ja, insgelijks. Het lijkt me hartstikke leuk om in de komende 3 kwartier u een beetje op de hoogte te stellen van de inzichten die we tot dusver hebben bij uveïtis. Dat ga ik doen aan de hand van een presentatie. Ik ben Jonas Kuiper, ik ben uveïtis onderzoeker bij de afdeling oogkunde in het UMC in Utrecht. En ik hou me nu zo'n 10 jaar bezig met het onderzoeken van de immunologie van uveïtis. En wat dat eigenlijk is proberen inzicht te krijgen in de veranderingen van het afweersysteem bij patiënten met uveïtis. En wat ik eigenlijk probeer te ontrafelen is, wat is nou de oorzaak van niet-infectieuze uveïtis? Wat gebeurt er eigenlijk in het afweersysteem? En dat doen we natuurlijk niet alleen om voor de hobby om te begrijpen wat er misgaat. Maar de uiteindelijke bedoeling is dat we op deze manier verbeteringen kunnen krijgen in het behandelen van de uveïtis. En ook beter kunnen voorspellen hoe uveïtis verloopt bij de individuele patiënt. Dat noemen we ook wel personalized medicine met een hip in ons woord. Mag ik even inbreken? Ja, we krijgen nu een bericht dat die wel zichtbaar is. Oké, dat is fijn. Helemaal fijn, dan ga ik verder. Wat ik eigenlijk tijdens deze presentatie wil doen, is u een beetje meenemen in het ontdekken van de belangrijke facetten van het afweersysteem. Uiteraard bij uveïtis, omdat het afweersysteem aan zich al een best complex geheel is, en wellicht niet dagelijks kost, probeer ik eigenlijk aan de hand van de basics, het ABC van het afweersysteem, u uitleg te geven en u mee te nemen met de inzichten die we dusver hebben gekregen bij het afweersysteem bij uveïtis. Als we dan spreken over niet-infectieuze uveïtis, dan hebben we het eigenlijk over oogontsteking of een ontsteking van het binnenoog. En het is daarbij wel belangrijk om een heel globaal onderscheid te maken tussen ontsteking waarvan wij de ziekteverwekker kennen. Dat noemen we infectieuze uveïtis. En dat zijn eigenlijk uveïtisvormen waar vaak in het oog of bij de patiënt in kwestie een ziekteverwekker is gevonden, waarvan we weten dat die direct een rol speelt in uveïtis.
Denk bijvoorbeeld aan bepaalde virusinfecties, zoals herpes. Vaak is het ook zo dat je door het behandelen en het bestrijden van die ziekteverwekker, zo ook de uveïtis, enigszins kunt bestrijden. Bij niet-infectieuze uveïtis weten we eigenlijk niet zo heel goed wat de oorzaak is. Maar we hebben wel een aanname dat voornamelijk het afweersysteem een rol speelt. En dat het afweersysteem dus ontregeld is. Dat weten we, de voornaamste reden daarvoor weten we. Want ontstekingsremmers die werken vaak positief op de uveïtis. Dat betekent dat daarmee de activiteit of de ernst van de uveïtis vaak minder wordt. En ten tweede weet ik als onderzoeker dat, omdat we als we het afweersysteem bestuderen, we bij patiënten met uveïtis vaak afwijkingen zien die duiden op overactivatie en veranderingen in dat afweersysteem. En over die tak, de niet-infectieuze uveïtis, daar ga ik het vandaag over hebben. Voornamelijk omdat daar de inzichten van het afweersysteem complexer zijn en dat we daar voornamelijk onderzoek naar doen om dat beter te begrijpen, zodat we ook daadwerkelijke behandelingen kunnen krijgen. Nou, ik spreek vandaag over de hele groep niet-infectieuze uveïtis, maar u bent wellicht al meer expert en deskundig dan ik. En u weet wellicht dat er allerlei verschillende vormen van uveïtis zijn. Die hebben complexe namen gekregen. Soms namen die vernoemd zijn naar de dokter die jaren geleden deze type voor het eerst beschreef. Maar wat we eigenlijk vaker doen is de uveïtis onderdelen op anatomische locatie. En wat dat eigenlijk betekent, wat u hier onderin ziet, is een plaatje, een schematische doorsnede van het oog. En aan de linkerkant zit de voorzijde van het oog en aan de rechterkant het achterzijde van het oog. Daar loopt ook een zenuwbaan langs. En eigenlijk is het zo dat de oogarts ook vaak een klassificatie maakt van het type uveïtis wat u heeft, simpelweg op waar de ontsteking voornamelijk waar wordt genomen. Dat betekent dat als de ontsteking voornamelijk in het voorste deel van het oog zit, we dat ook ontsteking van het voorste deel noemen, of uveïtis anterior. En gelijkwaardig, als het achter in het oog zit, noemen we dat uveïtis posterior. En dat is voornamelijk bijvoorbeeld het netvlies en het vaatvlies wat aangedaan is. Wat dus ook invloed heeft op de visus en eventueel blindheid kan voorkomen, veroorzaken als het niet tijdig wordt behandeld. Nou, zo bestaan ook andere vormen van uveïtis die ertussenin zitten. Denk dan vooral aan bijvoorbeeld vormen die in het midden van het oog zitten. Die noemen we ook al uveïtis, intermediaire uveïtis. En als het hele oog grotendeels aangedaan is, noemen we dat met een woord panuveïtis. Vandaag spreek ik over de afweermechanismen die we zien, die vaak voorkomen bij al deze type uveïtis. Er zijn wat verschillen, vooral klinisch zijn die kenbaar. Maar vanuit de biologie en de immunologie zien we dat een heleboel kenmerken van uveïtis in het afweersysteem vergelijkbaar zijn tussen deze type van niet-infectieuze uveïtis. Er zijn verschillen, maar daar ga ik vandaag niet op in. Wellicht dat ik daar in een volgende praatje wat dieper op in kan gaan. Het belangrijkste is eerst om u mee te nemen in wat het afweersysteem nou precies doet en waar we staan. En dat, ik wil daar aan de hand een aantal dingen gaan benoemen. Het afweersysteem zelf. En dan wil ik induiken op voornamelijk vier componenten van het afweersysteem. Het zogenaamde HLA-systeem. Wellicht kent u de HLA-letters van de HLA-test die wordt gedaan in sommige gevallen als u uveïtis heeft. Daarnaast gaan we het hebben over de cytokines, de signaalstofjes van het afweersysteem. We gaan het hebben over een aantal type afweercellen. Die noemen we ook wel immuuncellen. Dat is precies hetzelfde woord, of precies dezelfde betekenis, maar verschillende woorden daarvoor. En de laatste is het zogenaamde microbioom. Dat is bijvoorbeeld je darmflora, oftewel alle bacteriën en virussen die op en in ons lichaam leven. Allereerst het afweersysteem of het immuunsysteem. Waar zit dat afweersysteem nou in het lichaam? Als je een tekstboek openslaat, zul je altijd zien dat het afweersysteem op duidelijke locaties wordt weergegeven in het lichaam. Dit is een Engelstalig plaatje. Dat betekent dat er sommige woorden die er staan niet helemaal in het Nederlands direct te vertalen zijn. Maar de meeste tekstboeken zullen locaties aangeven zoals bijvoorbeeld de mild, die hier zit in het Engelse spleen. Maar ook de zweesrek, oftewel de thymus, die zit vooral onder de schildklier.
wat meer bekend zijn bijvoorbeeld de lymfeklieren. Die op verschillende locaties in het lichaam zitten, bijvoorbeeld de lies of onder de oksels, of bekender, hè, onder de keel, die wel eens dik en gezwollen kunnen zijn. En zo zijn er ook locaties zoals het beenmerg, oftewel het binnenste van het bot, waar op verschillende plekken in het lichaam eigenlijk de broedplaats is van cellen van het afweersysteem, die later uitrijpen en zo in het lichaam komen. Uiteraard hebben we het bloed zelf, hè, waar afweercellen in rondzwerven. Maar zo zijn er talloze plekken in het lichaam die over het algemeen worden geduid als plekken van het afweersysteem. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hier voornamelijk wat regelcentra zitten, waar we weten, als je daar letterlijk in zou kijken met een microscoop, er een boel afweercellen te vinden zijn. Nu is het zo dat in de jaren onderzoek en specialisatie met nieuwe technieken die er zijn gekomen, we steeds beter kunnen kijken in het lichaam. En weten we eigenlijk wel dat er op veel meer plekken afweercellen te vinden zijn. Daar zou ik zo een paar voorbeelden van geven. Er is dus wat discussie over waar het afweersysteem exact zit. Maar de meeste immunologen, dat zijn de specialisten van het afweersysteem, onderscheiden wel voornamelijk twee grote armen van dat afweersysteem. En dat is het zogenaamde aangeboren afweer en de verworven afweer. In het Engels noemen we de aangeboren innate immunity, innate afweer. En het verworven noemen we adaptive immunity. Mag u allemaal vergeten, gaat er voornamelijk om dat u weet dat de aangeboren tak bestaat uit verschillende cellen en componenten. En dat die voornamelijk snel kunnen reageren en meestal op dezelfde manier zullen reageren. Dus niet zich aanpassen in de tijd. En het verworven systeem is wat langzamer, maar heeft vooral de kennis om te kunnen leren. Eigenlijk naar school te kunnen gaan. Dat verworven systeem kan, naarmate het bloot is gesteld aan nieuwe ziekteverwekkers, steeds sneller en preciezer een afweerreactie veroorzaken. Om zo ervoor te zorgen dat u wellicht een volgende keer helemaal niet ziek wordt. Het is nu heel alle actualiteiten rondom de vaccinaties die gaan over het activeren van het afweersysteem en installeren. Nou, die probeert vooral gebruik te maken van die kennis in het verworven afweersysteem. En u heeft al gehoord over de antistoffen die gemaakt worden door bepaalde cellen. Dat noemen we de B-cellen dan. Maar ook de reacties van het afweersysteem die te maken hebben met andere type cellen zijn daarvan belang. Dat verworven systeem en aangeboren systeem, dat onderscheid wordt vaak gemaakt. In de realiteit is het echter zo dat dat onderscheid niet zo zwart-wit is. We zien vaak dat bij afweerreacties dat die complex zijn, een boel componenten een rol spelen, tegelijkertijd op verschillende tijden. En dat er eigenlijk dus verschillende armen samen een respons hebben. Zowel dat aangeboren als dat verworven afweersysteem. Afweerreacties zijn dus complex. Afgezien van de simplistische modellen die ik zou laten zien, moeten u in de achterhoofd houden dat het over het algemeen vaak complexe reacties zijn die ook niet altijd in detail begrepen zijn. Zoals ik zei, leren we steeds meer over het afweersysteem. En we weten dat er steeds meer specialisatie is van afweercellen in verschillende omgevingen van het lichaam. Zo weten we dat eigenlijk bijna alle organen specifieke afweercentraatjes hebben. Cellen die daar helemaal gespecialiseerd in zijn. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld in de huid. Verschillende afweercellen die zich daar hebben gespecialiseerd. Maar er zijn ook afweercellen die zich gespecialiseerd en genesteld hebben in de hersenen. En die spelen daar allemaal een belangrijke rol voor het behouden van de gezondheid van het lichaam en het weefsel daar. En zij zijn eigenlijk de stille waakhonden van het lichaam die ervoor zorgen dat ziekteverwerkers geen grote kans krijgen. En deze specialisatie heeft te maken met de diversiteit van weefsels die we vinden in het lichaam. En dit is een illustratie met felle kleuren die eigenlijk moet duiden dat de diversiteit aan weefsels die er te vinden zijn in het menselijk lichaam. En u kunt zich voorstellen dat die diversiteit in weefsels vraagt om specialisatie van afweercellen om in staat te zijn om kundig snel een afweerreactie te kunnen geven zonder daadwerkelijk te veel schade te berokkenen en het gezonde weefsel intact te laten. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat het afweersysteem daarom bijna overal in het menselijk lichaam aanwezig is. Eigenlijk doen alle cellen in het lichaam in meer of mindere mate mee met de afweer.
De belangrijkste taak van het AFI-systeem, het zijn er meerdere, maar voor vandaag is de belangrijkste om te onthouden dat het eigenlijk dat de functie is om het eigen van het niet-eigen te kunnen onderscheiden. Nou, wat bedoelen we met het eigen? Het eigen bedoelen we bijna alle cellen waar u uit bestaat als u gezond bent. Maar bij eigen behoren nog wel een aantal andere componenten. Het belangrijkste is om vast te stellen wat dan niet-eigen is. En dat niet-eigen zijn voornamelijk ziekteverwekkers. Dat denkt u aan een virus, een verkoudheidsvirus bijvoorbeeld. Of een schimmelinfectie. Dat komen allemaal afweerreacties op. Maar niet-eigen, daar horen eigenlijk ook veranderingen van de eigen bij. Dat betekent dus als de veranderingen plaatsvinden in de cellen die niet wenselijk zijn, zoals bijvoorbeeld een voorstadium van kanker, dan is het afweersysteem daar om ook die cellen effectief te verwijderen. En hoe krijgt dat afweersysteem dat nou voor elkaar? Hoe weet je nou dat er iets plaatsvindt in de kleine teen en dat er tegelijkertijd een reactie moet plaatsvinden in de vingers? Hoe kan het afweersysteem er nou voor zorgen dat het allemaal gecoördineerd wordt? Nou, dat lijkt wel een beetje op de strijdkrachten. Het is heel belangrijk om dat leger aan afweercellen op de juiste manier en op de juiste tijd in te zetten. En daarvoor is communicatie essentieel. Dat is het zo in de strijdkrachten, maar dat is het ook zeker zo in het afweersysteem. Een ontregeling van die communicatie ligt ten grondslag aan ontstekingsziekte. En ook bij uveïtis is dat het geval. Nou, welke type communicaties zijn er dan? Dat zijn er een heleboel. Dat zijn een hele complexe communicatie. En ik moet helaas toegeven dat een heel deel van die communicatie nog cryptisch voor ons is. Die begrijpen we niet, die zijn we nog steeds aan het ontcijferen. Maar er zijn wel een aantal grote communicatielijnen waarvan we weten dat die een rol spelen bij uveïtis en bij het afweerreacties in het algemeen. En ik wilde daar twee van belichten voor vandaag. Dat is met een versimpeld, er is een heleboel vakjargon, een heleboel moeilijke woorden. Maar laten we dit eventjes de buiten naar binnen communicatielijn noemen. En wat dat eigenlijk is, dat is een ingenieus netwerk van allerlei alarmbellen die op de meeste cellen van het lichaam aanwezig zijn. Dit zijn eigenlijk kleine stukjes eiwit die op, maar ook in cellen zitten. Die aan de linkerkant ziet dus een cel, een voorbeeld, kan bijvoorbeeld een cel zijn in de long of ergens anders in het lichaam. Nou, wat er gebeurt is dat op het moment dat er een virusinfectie plaatsvindt of een infectie met een ander dier, een ziekteverwekker. Wat er dan gebeurt is dat zo'n beestje per ongeluk stoot tegen alarmbellen die specifiek van het afweersysteem in deze cellen zitten. En wat er dan gebeurt is dat deze alarmbellen aan gaan staan en een signaal afgeven dat er een lokale infectie plaatsvindt. Het gebeurt zo vaak dat u ook op dit moment misschien wel honderden van dit soort alarmbeltjes heeft aanstaan. Maar het gebeurt op zo'n kleine schaal dat u daar helemaal niets van merkt. Gelukkig niet. Het afweersysteem is heel druk, maar u heeft daar eigenlijk grotendeels geen last van in de normale condities. Wat dat betekent is dat er uiteindelijk een signaal wordt doorgegeven op twee manieren. Aan de ene kant kan zo'n cel ervoor kiezen om signaalstoffen te maken om het afweersysteem aan te geven. Hier gebeurt iets. Dit heeft aandacht nodig. En aan de andere kant kan een cel ervoor kiezen om zelf minder aantrekkelijk te worden voor de ziekteverwekker. En die kan er eigenlijk voor zorgen dat de samenstelling van de eiwitten en de condities, eigenlijk het interne milieu van die cel, minder aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld een virusdeeltje om zich in te gaan delen. En op die manier gebeuren er dus een aantal verschillende facetten tegelijkertijd om ervoor te zorgen dat die infectie zich niet verder kan spreiden. Dus een soort buiten naar binnen signalering, dat is een belangrijk aspect. En dit zit eigenlijk op de meeste cellen van het lichaam. Een ander ingenieus systeem is niet zozeer de cel zelf die aangeeft dat er iets aan de hand is. Maar dat is een systeem gebaseerd op, laten we het noemen, een binnen naar buiten systeem. Om eigenlijk vast te stellen of een cel gezond is of niet. Zijn er speciale cellen van het afweersysteem die continu door het lichaam reizen, grote afstanden afleggen en die eigenlijk letterlijk celletje voor celletje langs gaan om te bekijken of die cel nog wel gezond is. Nou, een afweercel die aan de buitenkant zit kan natuurlijk niet zien wat er in een cel plaatsvindt. Of daar iets is, misschien een infectie bijvoorbeeld of het begin van mutaties die passen bij kanker. Nou, daar heeft de natuur iets ingenieus op bedacht. En dat is eigenlijk een soort barcode die laat zien wat de status is van de cel. En dat is een soort binnen naar buiten signalering noemen we dat. En dat systeem werkt eigenlijk als volgt. Stel we nemen een cel. Het kan elke cel zijn die u wil.
En deze cel raakt geïnfecteerd door bijvoorbeeld een virus. Nou, dat virus zit erin en die maakt een kopie. Die maakt delen van zichzelf. En die delen zijn onder andere eiwitten. En de eiwitten geven we hier weer in de vorm van een kip. Ja, dat is voor de verdere illustratie zult u zien waarom dat wellicht een handige metafoor is. Maar deze kip stelt een stukje eiwit van een virus voor. Als we inzoomen in deze cel, dan zit er dus een stukje van een virus in deze cel. Die is nog niet zichtbaar aan de buitenkant. Maar er is dan een soort stofzuiger die continu de hele cel nagaat en alle hoekjes nakijkt. En zo stukjes en beetjes van die cel opzuigt en in kleinere stukjes maakt. Dat noemen we peptiden. Het overgrote deel van die peptiden is dus gewoon van de cel en gezond en niets aan de hand. Maar het idee is dat als je goed stofzuigt, je af en toe ook wat viezigheid meeneemt, bijvoorbeeld zulke deeltjes van een virus. En dan is er een ingenieus systeem bedacht waar die kleine stukjes peptides, die stukjes eiwitfragment eigenlijk, uiteindelijk worden aangeboden aan een obertje. En deze ober zit hier onderin, die krijgt zo'n stukje virus, een klein stukje daarvan, een kippenpootje hier, opgediend op zijn presenteerblaadje. Ja, en die ober is de hele dag alleen maar bezig met die stukjes zo snel mogelijk naar het celoppervlak te brengen. En die laat dit zien, die presenteert dit letterlijk aan een afweercel die toevallig in de buurt is. En die afweercel die bepaalt op basis van wat hij daar ziet of de cel gezond is, ja of nee. En in het geval van een virusinfectie kan zo'n afweercel overgaan tot een afweerreactie. Die besluit, de cel is geïnfecteerd, dat moeten we zo snel mogelijk oplossen. En ik zorg ervoor dat die cel verwijderd wordt, zodat de rest van de infectie zo snel mogelijk wordt gestopt. Nou, dit systeem noemen we het HLA-systeem. HLA staat voor Human Leukocyte Antigen, een complex lang woord. Het gaat er voornamelijk om dat u het mag onthouden als het OBER-systeem, wat een belangrijk systeem is om te laten zien voor het afweersysteem of cellen gezond zijn. Nou, dit is een heel belangrijke manier voor instructies binnen dat afweersysteem. Want de componenten, de politieagenten van het afweersysteem die die cellen nagaan, dat zijn de T-cellen. Daar ga ik zo meteen nog iets over vertellen, want T-cellen spelen namelijk ook een rol bij uveïtis. We denken namelijk dat ook in dit systeem ergens iets fout gaat, waardoor het afweercellen, zoals T-cellen, verkeerde instructies krijgen. En in dit geval bij uveïtis er per ongeluk oogcellen stuk worden gemaakt, omdat het afweersysteem denkt dat er iets plaatsvindt wat er niet plaatsvindt. Een fout in de communicatie zou je dat kunnen noemen. Nou, nu is het zo dat er dat ik net een voorbeeld gaf van één HLA. In de werkelijkheid is dit een heel complex systeem. Er zijn namelijk een heleboel verschillende HLA's die misschien allemaal een voorkeur hebben voor een ander deel van eiwitten. He, die stukjes kip kunnen allemaal op verschillende manieren laten zien worden. En die afweercellen moet continu maar nagaan welk stukje nou waarbij hoort, wat het eigenlijk betekent en hier iets van maken van die instructies. Dat is een complex systeem waar we nog niet helemaal begrijpen. We weten ook dat die verschillende HLA's verschillende delen van van de cellulaire status laten zien, maar dat er ook meer boodschappers betrokken zijn. Bij uveïtis, daar ga ik zo meteen even op in, die verschillende HLA's die je hebt, die laten we hier in drie groepen zien. Simpelweg HLA A, B en C. U heeft allemaal HLA A, HLA B en HLA C eiwitten. Die heeft u op al uw cellen zitten. Het is alleen zo dat die nogal verschillend zijn tussen verschillende mensen. Sterker nog, we weten op dit moment dat er zo'n 30.000 subtypen bekend zijn. 28.000 zoveel, dus bijna 30.000 subtypen van het HLA bekend zijn in mensen. Dat is een ongelooflijk aantal, een hele grote diversiteit. Waarom nou zoveel verschillende HLA's? Nou, het idee erachter zit dat het idee erachter is bedacht door het afweersysteem. Als ze maar voldoende verschillende stukjes laten zien, dan zijn er altijd wel een aantal mensen die tijdens een infectie of tijdens een grote infectie toevallig daar afweercellen voor hebben en wel op tijd de infectie kunnen bestrijden en niet heel ziek worden. En we zien dat bijvoorbeeld nu ook in die COVID-pandemie. En een van de aannames die we hebben is dat sommige mensen niet zo ziek worden, andere mensen veel zieker worden. En dat dat wellicht iets heeft te maken met die diversiteit van immuunreacties, waar HLA dus ook een rol in kan spelen. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit, het is nog niet zo met zekerheid te zeggen, dit type HLA krijg je ernstig dan een ander type HLA. Maar deze functies spelen daar wel bij een rol in die diversiteit.
HLA's spelen ook een rol bij uveïtis. Zoals ik zei, denken we dat er iets misgaat in die communicatie. Dat hier in die, er worden verkeerde boodschappen doorgegeven aan afweercellen. Waarom weten we dat? Omdat er in al die verschillende subtypes, een aantal subtypes veel vaker voorkomen bij uveïtis. Ik heb hier een aantal voorbeelden weergegeven. Dat zijn complexe namen, die herkent u of herkent u misschien niet. Dat doet er niet zoveel toe. Maar waar het om gaat is dat we van een aantal klinische, typische vormen van uveïtis weten dat patiënten veel vaker dan toeval een bepaald type HLA hebben. Een voorbeeld wat ik hier even uitlicht voor het gemak, voor mijn eigen gemak, is bijvoorbeeld Birdshot uveïtis. We weten namelijk dat in de populatie zo'n 10% dit type HLA heeft. Dus 10% van de mensen heeft het HLA. Maar bij patiënten met Birdshot is dat eigenlijk 100%. Dus wij denken dat dit HLA iets communiceert aan het afweersysteem waardoor er iets misgaat. Maar wat er exact gebeurt, dat weten we nog niet precies. Uit onderzoek naar HLA-types komen er zo steeds meer. We weten bij steeds meer verschillende vormen van uveïtis dat er inderdaad subtypes zijn van die HLA die vaker voorkomen bij patiënten. En wij denken dus ook dat dat een belangrijke speler is bij de oorzaak van uveïtis, maar we weten nog niet helemaal hoe het een rol speelt. Nee, belangrijk in acht te nemen is wel te weten dat deze HLA's ook bij gezonde personen, veel vaker nog bij gezonde personen voorkomen. Dus het HLA is niet het enige deel, het puzzelstukje van het verhaal. In de kliniek gebruiken we op dit moment eigenlijk die typeringen van HLA niet zozeer om vast te stellen welk type uveïtis het u heeft, maar er zijn een aantal uitzonderingen. Eentje daarvan is die typering van HLA-A29, die ondersteunend is voor de diagnose van Birdshot uveïtis. En vaak wordt er ook wel een typering gedaan voor HLA-B27 en dat is vooral voor de uveïtis anterior van belang. Er zijn ook andere HLA's die wel eens worden getypeerd, maar die zijn minder zwart-wit geassocieerd met een subtype uveïtis. Dus uw specialist of oogarts kan ervoor kiezen om soms die typering niet te doen. En sommige van die associaties zijn zo sterk. Hier heb ik een stukje van een stel experts, eigenlijk Birdshot dokters, die zelfs al hebben voorgesteld om Birdshot een nieuwe naam te geven, HLA aan 29 uveïtis, omdat het zo'n sterke associatie heeft. Wie weet dat die een naamgeving ooit door gaat zetten. Ik had het al eventjes over de verschillende HLA's, al die verschillende stukjes boodschap die gegeven kunnen worden aan het afweersysteem, die daarover mag peinzen wat er dan gebeurt. Maar om het nog een klein stukje complexer te maken, zit er ook nog iets in de boodschappers zelf. Namelijk deze peptides worden niet zomaar gemaakt. Er zijn namelijk, er is een heel complex systeem wat daarmee aan de grondslag ligt, die eiwitfragmentjes in stukjes knipt voordat ze aan HLA binden. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, dit knippen van dat kip, die kip in al die stukjes, dat gebeurt eigenlijk weer door een groep andere eiwitten. En de reden waarom ik dit aangeef is omdat we uit onderzoek, onder andere het onderzoek in Utrecht, laten zien dat bij verschillende vormen van uveïtis de enzymen een rol spelen die dus deze boodschappen maken voor HLA. Hoe dat plaatsvindt is eigenlijk dat stukjes eiwit in die cel die stuk worden gemaakt door die stofzuiger, uiteindelijk ook nog een beetje bij worden geknipt door ERAPs. Dat zijn eigenlijk een soort pack-managers die nog stukjes ervan afhalen. En wat wij denken op basis van de inzichten die we nu hebben, is dat ontregeling van die ERAPs ervoor zorgen dat die boodschapjes net iets anders zijn in patiënten met uveïtis dan in personen die wel hetzelfde HLA hebben, maar geen uveïtis hebben. Dat betekent dus in het geval van bijvoorbeeld een Birdshot patiënt, dat we zien dat in Birdshot patiënten er HLA aan 29 is, maar er lijken ook afwijkingen te zijn in die ERAP-enzymen. En dat zien we veel minder vaak bij personen die wel HLA aan 29 hebben, maar bijvoorbeeld geen Birdshot hebben. Exact weten we nog niet hoe dat zit. We zijn het heel intensief aan het onderzoeken. En met de recente publicatie van onze onderzoeksgroep hebben we weer een stap kunnen zetten. En in ieder geval kunnen zien hoe ERAP boodschappen maakt die een rol spelen bij HLA en uveïtis. En dit is een voorbeeld in Birdshot uveïtis, maar wij doen het in bredere zin bij verschillende vormen. Complex onderzoek, lopend onderzoek, waarvan ik u hopelijk op een later moment meer kan vertellen. Er is hoop, want we hebben ook Europese subsidie gekregen om vanaf 2021 in Europees verband samen te werken
En verder grootschalig onderzoek te doen naar deze ERAPS bij chronische ontsteking, onder andere bij uveïtis. En wij hopen over enkele jaren zo met nieuwe experimentele remmers voor deze ERAPS te kijken of we op deze manier het afweersysteem een beetje kunnen bijsturen. En hopelijk zo ook positieve invloed kan hebben op de ontsteking bij uveïtis. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar het is in ieder geval fijn om te weten dat we op Europees niveau daar verder mee aan de slag kunnen. Dit was een hele mond vol, het HLA-systeem. Dat was een misschien wat lang systeem, maar wel een belangrijk concept van het afweersysteem. Vanaf hier gaan we het nog hebben over een paar kortere thema's. Eentje van de thema's die zou u wellicht wat dichter bij het hart staan. En dat zijn de zogenaamde cytokines. De cytokines zijn namelijk de signaalstoffen van het afweersysteem. Dat zijn eigenlijk de stofjes die gemaakt worden door afweercellen om met elkaar te kunnen praten op kleine afstand, maar soms ook op hele grote afstand. Het kan zijn dat de cellen iets maken, bijvoorbeeld in je teen, waar cytokines via het bloed reizen naar een ander deel in het lichaam en daar instructies kunnen aangeven. Maar wat die cytokines zijn, zijn kleine deeltjes eiwitten. Hier in de illustratie aan de linkerkant ziet je allemaal van die kleine eiwitjes, die een soort, ja, als een soort spray om afweercellen worden uitgescheiden. Nou, en die eiwitten die kunnen binden aan andere cellen en daar een reactie veroorzaken. Dus het zijn een soort instructies op lange afstand. En cytokines veroorzaken allerlei verschillende soorten biochemische reacties. En zijn zeer belangrijk bij afweerreacties. Cytokine-responsen, of cytokines aan zich, hoe ze functioneren, dat weten we voor een groot deel wel. Maar die zijn wel heel complex. Wat hier aan de rechterkant ziet is een complex plaatje, althans ik hoop dat dit er complex uitziet. Dat is precies de bedoeling, want verschillende cellen maken een heleboel verschillende typen cytokines en die ook weer invloed hebben op verschillende cellen. Dat betekent dat één cytokine een functie heeft, veel verschillende functies heeft. Dat noemen we ook al pleiotroop. Maar het is ook weer zo dat veel verschillende cytokines soms dezelfde functie kunnen hebben. Dus dat er overlap is in de functies. Dus je kunt zich voorstellen dat voor ons onderzoekers het beter begrijpen van deze cytokines soms tot een hoofdpijndossier leidt. Maar we hebben wel inzichten gedaan waar u gelukkig ook wat mee kunt als patiënt met de uveïtis. We weten namelijk dat cytokines een belangrijke rol hebben in de coördinatie van afweerreacties. Daar zijn ze essentieel voor. En dat is voor de afweerreacties bij ontstekingen van belang. Ook voor de normale gezondheid en ook om gezond te zijn spelen cytokines een grote rol. Wederom zou je kunnen zeggen dat de cytokines heel essentieel zijn in die communicatie van het afweersysteem. En hoe zo'n afweerreactie plaatsvindt met cytokines is hier een beetje schematisch weergegeven. Wat ik hier wil, wat u hiervan meeneemt, is dat u ziet dat er allerlei verschillende typen afweercellen zijn. En wat die afweercellen met elkaar verbindt, zijn de blauwe pijlen. En die blauwe pijlen hebben allemaal verschillende namen. En die namen staan allemaal voor individuele cytokines. Soms meerdere cytokines in groepjes bij elkaar. En wat u hier hopelijk van meeneemt, is dat u ziet dat de cytokines centraal staan bij het communiceren en de interactie tussen al die afweercellen van een afweersysteem. Om zo ervoor te zorgen dat er op een juiste en tijdige manier een afweerrespons plaatsvindt. Maar cytokines spelen niet alleen een rol bij afweer. Ze hebben ook bijvoorbeeld functies bij de ontwikkeling, bij de embryonale ontwikkeling zelfs. Bij cognitief functioneren hebben ze ook een functie. Ze hebben nog eigenlijk allerlei verschillende andere functies, ook voor de gezondheid van je hart, bloeddruk bijvoorbeeld. En zelfs bij het groeien van stamcellen. Dus cytokines zou je kunnen stellen zijn echte essentiële bouwstenen van een gezond functionerend lichaam. Zoals ik al aangaf, zijn de functies van cytokines complex. En sommige cytokines spelen echt in bijna alles een rol. En ik wil daar in het bijzonder nu even IL-6 naar voren halen. IL-6 is ook al vaker naar voren gekomen tijdens de COVID-pandemie. Als een cytokine die vaak verhoogd wordt gevonden in patiënten met een ernstig ziektebeeld. En wat u hier ziet is dat IL-6 verschillende functies heeft in de afweer. Dat ziet u hier rechtsbovenin. Maar ook verschillende rollen speelt in bijvoorbeeld bloeddrukregulatie, zelfs de gezondheid van uw botten. En ook functies heeft in bijvoorbeeld de groei en het onderhoud van cellen van de huid. Complexe materie dus, die cytokines.
Wat weten we van cytokines bij uveïtes? Nou, u kunt zich voorstellen, omdat de cytokines zo belangrijk zijn voor een goede regulatie van het afweersysteem, dat een klein beetje verschil in die cytokines soms ook kan leiden tot ontregeling van een afweersysteem. En dat gebeurt ook, althans, dat denken we. Want wat we zien in het onderzoek in weefsels van patiënten, bijvoorbeeld in kleine druppeltjes oogvocht, maar ook in metingen van bloedplasma bijvoorbeeld, zien we dat verschillende cytokines bij uveïtis patiënten veel vaker hoger zijn. Maar sommige cytokines zijn juist ook weer lager. Er zijn namelijk cytokines die een rol spelen door de ontsteking aan te jagen. Maar er zijn net zoveel cytokines die ook een belangrijke rol hebben met het stoppen en het reguleren van een immuunrespons of een afweerrespons. Dus een heel nauwe balans, een goede balans van die cytokines is essentieel om ervoor te zorgen dat er niet wat misgaat in het afweersysteem. En wij denken dat hier dus ook wat plaatsvindt wat zorgt dat uveïtis kan ontstaan en kan verergeren. Er zijn meer dan 100 verschillende cytokines bekend. Die hebben allemaal namen gekregen. Daar ga ik u niet mee vervelen. Maar voor de liefhebber onderscheid ik even een paar belangrijke groepjes. Dat zijn onder andere de interleukines. En inter staat er van tussen. En de leukines, dat zijn van de leukocyten. Dus tussen de cellen hebben die namen gekregen. Andere belangrijke familie is de tumor necrosis factor familie. Dat is de TNF-afkorting. Oftewel, dit kent u wellicht van de anti-TNF-therapie, waar ik het zo even over ga hebben. En nu zijn er ook nog cytokines die er eigenlijk alleen maar voor zorgen dat immuuncellen op de juiste plek komen. En die noemen we chemokines. Dat zijn eigenlijk stofjes die dus ervoor zorgen dat afweercellen weten waar ze naartoe moeten in het lichaam. En dat sla ik deze even over. Wat we samenvattend kunnen zeggen is dat we weten bij cytokines en uveïtes dat er voornamelijk een verhoging is van pro-inflammatory cytokines. Het zijn eigenlijk ontstekingsbevorderende cytokines. En de belangrijkste daarvan zijn TNF, die ik net noemde, de IL-6 die ik aangaf heel veel verschillende functies te hebben, maar ook een groep aantal andere cytokines. En deze cytokines zijn voornamelijk ook een rol in dat aangeboren afweersysteem. Er zijn ook andere cytokines waarvan we weten dat die veel meer horen bij een specifieke arm van het afweersysteem. En voorbeelden daarvan zijn de interferon gamma en IL-17, die namen mag u voor nu even vergeten. Maar we weten op basis van die cytokine dat die eigenlijk door een hele speciale groep van afweercellen wordt gemaakt. En dat geeft ons ook inzicht in wat er misschien plaatsvindt onder de motorkap bij het ontstaan van uveïtis. En op basis hiervan kunnen we ook beter begrijpen welke armen van het afweersysteem aangedaan zijn, misschien actiever zijn. En wellicht kunnen we dus met behandelingen heel gericht daarop aangrijpen. Maar die verhoging van die cytokines heeft ook geleid tot nieuwe behandelsystemen voor uveïtis. Sorry, ik schiet heel even heen en weer. Het is wel belangrijk, nogmaals blijf ik u daaraan herinneren. Ik gaf u een samenvatting van een aantal cytokines. De realiteit is dat het eigenlijk gaat om een heleboel complexe interacties, een boel cytokines, een heleboel cellen die dat maken en daarop reageren. En dat we op dit moment eigenlijk nog maar een tipje van de ijsberg begrijpen van wat er daadwerkelijk plaatsvindt. Er is nog veel meer onderzoek nodig. Gelukkig kunnen we wel steeds beter meten. Vroeger konden we een aantal cytokines meten. Tegenwoordig kunnen we er honderden tegelijk. En wat we proberen te doen is op basis van een cytokineprofiel beter inzichtelijk te maken welk behandelplan past bij de patiënt. En we hebben de eerste stapjes kunnen maken hoe we op basis van cytokineprofielen beter risico's kunnen voorspellen. En we zijn op dit moment hard bezig om te kijken of we die resultaten kunnen valideren en vervolgens toe kunnen passen in de kliniek. Dus het meten van cytokines heeft ook waarde in het behandelplan van uveïtis, hopelijk in de nabije toekomst. Nou, dit is wat het meest herkenbare voor u kan zijn, is het behandelen van deze cytokines. En dat doen we met de anticytokine-therapie. En het hele achterliggende idee van anticytokine-therapie is dit schitterende schilderij, althans ik vind het schitterend, van de toren van Babel die instort. En het hele achterliggende idee van anticytokine-therapie is ook die ervoor zorgen dat die communicatie verstoort en daarmee de afweerreactie als een toren in elkaar stort. En dat is precies wat we doen met behandelingen met biologicals,
En die biologicals zijn eigenlijk stofjes die heel gericht cytokines kunnen uitschakelen. En de meest bekende daarvan is de anti-TNF. En wellicht dat de naam adalimumab u wat zegt of de Humira-pen. Dit is dus eigenlijk een goedje wat heel specifiek één cytokine probeert te remmen. En op die manier de immuunreactie volledig te verstoren. Waardoor afweercellen niet meer begrijpen wat er plaats moet vinden. En daarmee die ontsteking afneemt. Nu is het helaas zo dat niet bij elke patiënt dezelfde cytokine precies doet wat hij zou moeten doen. Want niet dezelfde middelen werken bij alle patiënten. En daarom zijn er verschillende van dit soort therapieën bestaande. Niet alleen de biologicals, ook andere bestaande medicatie hebben vaak invloed op de cytokinehuishouding. En op die manier een positieve invloed op de ontsteking. Een andere biologicals, dus bestaan er een heleboel die allemaal andere cytokines aangrijpen. Sommige bekend, sommige minder bekend. En de verwachting is dat er in de toekomst nog een heel aantal toe zullen nemen. Een andere wellicht minder bekende, maar wel een naam die vaker wordt gebruikt, is de tocilizumab. Dat is een complexe naam voor wederom een anticytokine therapie voor het middel dat heeft te maken met de IL-6. Dat waren de cytokines. Dan ga ik het nu nog kort hebben over twee aspecten. Dat zijn de afweercellen zelf en dan is wellicht een stukje minder bekend, dat is het microbiome. Nou, over de afweercellen, daar zou ik nog wel 3 uur over door kunnen praten. Want er zijn zoveel verschillende cellen met verschillende unieke functies, overlappende functies. Maar ik wil eigenlijk voor dit praatje, want we zijn nu al 40 minuten bezig. En er is al een boel informatie uw kant op gekomen. Wil ik één specifieke cel er voor nu uit gaan lichten. En dat zijn de zogenaamde T-cellen. En die horen dus bij het verworven afweersysteem. De T-cellen zijn ook die cellen die rond het lichaam gaan om te kijken of er iets plaatsvindt en misgaat in een cel door het HLA af te lezen. Dat waren dus die politieagentjes die u zag. Om het complex te maken, ik heb dit niet uitgevonden, helaas is dat zo, is het ook zo dat deze T-cellen weer in allerlei soorten en maten voorkomen. Wat u hier ziet is een T-cel met allerlei verschillende kleurtjes. Dat zijn eigenlijk allerlei functioneel verschillende T-cellen, altijd weten. En met de jaren zien we dat het aantal verschillende smaken steeds toeneemt. En dat er allemaal verschillen zijn waarvan we nog niet exact weten of die een belangrijke rol spelen bij de gezondheid. En of wat voor invloed dat heeft op bijvoorbeeld het ziekteverloop van verschillende chronische aandoeningen. Wel hebben we geleerd dat één van die smaken specifiek een rol heeft bij chronische ontsteking. En die ga ik hier uitleggen. Dat is de T-celsoort die we de naam hebben gegeven TH17. En die naam die komt eigenlijk naar voren van de karakteristieken die dit T-celtype heeft. We hebben dit geleerd voornamelijk bij uveïtis in muismodellen. Dat is een model waar uveïtis wordt veroorzaakt en vervolgens onderzoek wordt gedaan door te kijken in dat oog. En dan zien ze een T-celtype wat één cytokine voornamelijk maakt. Het maakt een heleboel andere cytokines, maar één is kenmerkend voor dit type cel. En dat is interleukine 17. En die 17 is gebruikt om de naam te duiden. Dus de TH17 is eigenlijk de T-cel die voornamelijk cytokine IL-17 maakt. We weten in de jaren dat waarom deze cellen nou toe zijn genomen in het oog, weten we niet exact. We weten wel dat deze T-cellen in ieder geval schade berokkenen aan het oog. En het idee is ook dan, hè, als je die balans kunt corrigeren door te verzorgen dat er niet te veel van deze cellen in het oog zijn, denken we ook dat daarmee de ontsteking weg zou gaan. We hebben geleerd in de recentere jaren dat deze T-cellen niet het hele puzzeltje zijn, maar dat er andere cellen zijn die ervoor zorgen dat deze TH17-cellen toenemen en ook een ontstekingreactie kunnen veroorzaken. En dat gebeurt uiteraard weer via andere cytokines. En eentje daarvan is de IL-23, een andere cytokine, wat gemaakt wordt door andere cellen, voornamelijk niet T-cellen. Welke cellen dat zijn mag u nu vergeten, maar het gaat erom dat TH17 cellen een belangrijke rol spelen bij uveïtis. Voornamelijk in de diermodellen weten we dat, maar ook in mensen hebben we daar aanwijzingen voor. We zien in oogweefsel van patiënten met uveïtis namelijk een toename van T-cellen. Wat u hier ziet is een doorsnede, een plakje onder een microscoop waarin het bruin T-cellen zijn weergegeven. Die horen daar normaal gesproken niet zo te zijn, maar dit is postmortem materiaal. Van een autopsie van een donor die dat beschikbaar heeft gemaakt voor de wetenschap.
En wat u ziet is dat in het aangedane weefsel veel T-cellen te vinden zijn. Ook weten we uit studies van druppeltjes oogvocht dat de cytokines waar ik het net over had, IL-17 en IL-23, hoger worden gevonden in concentraties in patiënten met uveïtis. En dat is indirect bewijs dat deze cellen wellicht ook een rol spelen bij uveïtis in mensen. Verder weten we dat in de circulatie, dus in het bloed, als we daar metingen in doen, zien we dat deze cellen ook in hogere aantallen te vinden zijn in het bloed. En uit wat recenter onderzoek zien we ook dat patiënten die zwaardere medicatie nodig hebben, vaker ook een toename hebben van deze cellen. Dat is allemaal indirect bewijs voor ons om in ieder geval deze helper 17 cellen serieus te nemen voor verder onderzoek en het beter begrijpen van uveïtis. En wij denken ook dat als we aangrijpen ergens op de biologie van deze cellen, dat dat wellicht positieve invloed kan hebben op de uveïtis. Daarbij moet ik wel zeggen dat die T-helper-17 cellen zeker niet uniek zijn voor uveïtis. Eigenlijk zien we dat een veel verschillende chronische ontstekingsziekte, bijvoorbeeld reuma, maar ook bij eczeem of een ander type eczeem, de psoriasis, of wellicht heeft u wel eens gehoord van de ziekte van Crohn, daar zien we eigenlijk dat deze cellen vaker in toename worden gevonden bij mensen die lijden aan deze aandoeningen. En het achterliggende idee is ook dat we denken dat uveïtis dus vergelijkbare ziektemechanismen heeft met andere vormen van chronische ontsteking, ondanks dat ze klinisch wellicht helemaal niet op elkaar lijken. En we hopen, we denken dat we door aan te grijpen op dit ziektemechanisme met dezelfde behandelingen die wellicht succesvol zijn in andere chronische ontstekingen, dat we die ook kunnen toepassen bij uveïtis. Bijvoorbeeld door in te grijpen op cytokines die ervoor zorgen dat deze cellen actiever worden. Bijvoorbeeld de IL-23. Daar bestaan middelen voor die helaas wisselende successen hebben bij patiënten in onderzoeken. Maar er zijn ook middelen die bijvoorbeeld recent vrij succesvol leken in eczeem, waar wellicht in de toekomst onderzoek voor wordt gedaan bij patiënten met uveïtis. Allemaal nog toekomstmuziek en daar moet meer onderzoek naar worden gedaan. Maar ik verwacht dat er wel meer biologicals op de markt zullen komen in de nabije toekomst bij uveïtis. Dan het laatste hoofdstuk van deze presentatie. Ik hoop dat u nog aandacht heeft voor het toetje van deze presentatie. En dat gaat eigenlijk over het microbioom. Nou, wat is dat microbioom nou precies? Het microbioom zijn eigenlijk alle beestjes, alle niet-eigen levende delen op en in het menselijk lichaam. En dat zijn dus letterlijk virussen, bacteriën, parasieten, et cetera, die op de huid, maar ook in de darmen en in longen, et cetera, leven. Dan heb ik net aangegeven dat het afweersysteem eigenlijk de functie heeft om die niet-eigen beestjes, laten we ze zo noemen, te verwijderen. Maar deze microflora of dit microbioom is, weten we uit onderzoek, essentieel voor een goede gezondheid. Dus het afweersysteem heeft er eigenlijk één functie bij gekregen. En dat is vaststellen welke van deze beestjes nou goed is en welke slecht is. Dat maakt het nog weer iets complexer. Maar een belangrijke taak is dat je in acht moet nemen als afweersysteem, hoe is de good guy en hoe is de bad guy. En al deze kleine beestjes samen, deze virussen, bacteriën en schimmels, die zijn echt van belang voor de gezondheid en die noemen we samen het menselijke microbioom. Een van de meest bekende plekken daarvan zijn uiteraard de darmen, die echt vol zitten met dit soort kleine organismen. En misschien is het goed om te weten dat naar schatting, er is wat discussie over, maar dat naar schatting ergens tussen, laat zeggen ongeveer net zoveel, dat je net zoveel bacteriën, virussen en schimmels hebt als cellen in je hele lichaam. Dus dat geeft me aan hoe ongelooflijk veel van dit soort microbiota er uiteindelijk op het menselijk lichaam is. En dat is heel goed en gezond. Want het microbioom geeft instructies aan het afweersysteem. Uit recente onderzoek is ook naar voren gekomen dat het oog ook wellicht een eigen microbioom heeft. Dus er is onderzoek gedaan naar het traanvocht en eigenlijk het voorste gedeelte van het oog. En er zijn nu nieuwere onderzoeken die ook echt in het oog kijken. En dan zien we toch echt een samenstelling van dit soort microscopische kleine beestjes zoals bacteriën en virussen.
En de aanname is dus dat die daar een hele belangrijke rol hebben in het onderhouden van een goede gezondheid van de lokale weefsel van dat oog. Nou, ik had het al eventjes over de good en de bad guy. Zo'n goed onderscheid tussen goed en slecht bestaat er uiteraard niet echt in de biologie. Maar soms kun je wel ergens te veel van hebben of te weinig van hebben. En er zijn een aantal van dat soort groepen bedacht die vaker voorkwamen bij patiënten die lijden aan bepaalde aandoeningen bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat iemand die een toename heeft van bepaalde microbiota automatisch ook ziek wordt. Maar het is vaker, komt dit voor uit cross-sectioneel onderzoek, waarin bepaalde groepen van personen met een aandoening X of Y bepaalde afwijkingen in dat microbioom worden gevonden. En het achterliggende idee is ook dat men denkt dat dat microbioom dus instructies kan geven aan het afweersysteem die kan leiden tot ontsteking. Wellicht ook tot uveïtis. Maar daarbij wil ik wel even een heel duidelijk onderscheid maken. En dat is of even een duidelijke disclaimer aangeven dat er nog een boel onderzoek wordt gedaan. En de resultaten daar ook nog niet eenduidig over zijn. Er is er eigenlijk net zoveel bewijs voor, zou je kunnen zeggen, dat het microbioom te beïnvloeden is met levensstijl. Hè, bijvoorbeeld roken of de voeding die je eet of de omgeving waar je woont. Maar dat suggereert dat als je die zou aanpassen, hè, je microbioom zou kunnen aanpassen. En dat dat wellicht dus ook zelfs een mogelijkheid zou kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je ontsteking minder wordt. Alleen de automatische vraag die daar altijd op leidt is van, ik leid aan een ontstekingsziekte zoals uveïtis, kan ik dan door anders te eten het weghalen? Nou, het antwoord daarop is, dat weten we niet. Daar is te weinig onderzoek naar gedaan en recente onderzoeken, en dit zijn twee hele recente onderzoeken, laten zien hoe gebalanceerd dat idee is. En aan de ene kant is er bewijs voor dat levensstijl, voeding en omgeving invloed kunnen hebben op dat microbioom. Maar aan de andere kant zien we ook dat meer vaste factoren zoals de leeftijd, het geslacht, maar ook de genetische achtergrond die u heeft, hè, eigenlijk hoe uw DNA in elkaar zit, een belangrijke rol speelt bij de samenstelling van dat microbioom. Maar boerenverstand zegt uiteraard wel, en dat is iets wat u denk ik begrijpt, dat een gezonde leefstijl met goede voeding, veel slaap, over het algemeen een gunstige beloop heeft op uw gezondheid en waarschijnlijk dus ook op het verloop van uw uveïtis. Het zal mij niet verbazen als die factoren uiteindelijk ook terug te leiden zijn tot een deel van het microbioom. Dat betekent niet automatisch dat het microbioom de oorzaak is van het uveïtis. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat verstoringen in het afweersysteem invloed hebben op de samenstelling van dat microbioom zelf. Daar moet meer onderzoek naar worden gedaan. Het gebeurt ook specifiek bij uveïtis, want de microbioomstudies die er zijn gedaan hebben voornamelijk plaatsgevonden in muismodellen, dat wil ik er even bij zeggen. Maar daar is uit recente onderzoek naar voren gekomen dat in ieder geval in het muizenmodel van uveïtis verstoringen in de microbiota ervoor kunnen zorgen dat uveïtis erger wordt in deze muismodellen. En het achterliggende idee is dus ook dat door dat microbiota te herstellen, in ieder geval in deze diermodellen, er wellicht een positieve invloed kan zijn op uveïtis. Dus is er een associatie tussen het microbioom en uveïtis? Ja. Betekent dat doordat je zelf de microbiota kunt veranderen, de uveïtis minder wordt? Dat weten we op dit moment nog niet. En daarvoor is nog meer onderzoek nodig. En ik hoop u daar ook in de toekomst wat meer over te kunnen vertellen. Wij zijn hard bezig om dat te doen. En daarvoor proberen we allerlei verschillende facetten van het afweersysteem te pakken. En dat gaat vanaf het DNA-niveau tot stofwisseling, tot de cellen en de cytokines waar ik over sprak. Maar we gebruiken daar ook klinische informatie en microscopische informatie vanuit de kliniek voor. En er is op dit moment nog een heleboel te leren van het afweersysteem. Maar ik hoop dat u in deze presentatie in ieder geval de basisbeginselen van afweer bij uveïtis een beetje hebt kunnen volgen. Dank u voor de aandacht en als u vragen heeft, dan beantwoord ik die graag. Hartelijk dank, Jonas, voor je zeer interessante presentatie. Er zijn heel veel termen voorbij gekomen, maar grote dank ervoor ook voor de helderheid en het werken met metaforen. Dat maakt het allemaal een stuk helderder en toch blijft het ingewikkeld. Er zijn twee vragen binnengekomen. Richarda, kom jij even binnen? Kom je even in?
Ja, ik ben binnen. Ik heb wel iets meer vragen eigenlijk, maar ik weet niet of die eigenlijk bij Jonas thuis horen of dat we daar nog verder achteraan moeten gaan. Maar het white dot syndrome, is dat ook een vorm van uveïtis, vraagt iemand? De white dot syndrome is een klinische classificatie van een aantal oogaandoeningen, ontstekingen, waar inderdaad ook een aantal type uveïtis bij zitten. En dat zijn dus voornamelijk aandoeningen die plaatsvinden in het achterste gedeel van het oog, ontsteking daar. Dus het korte antwoord is ja, dit is een verzamelterm waar onder andere het type van een aantal zeldzame typen van uveïtis bij horen. Ja. Okay. Een volgende vraag is van hoe bepaalt een oogarts dat je kunt gaan stoppen met ontstekingsremmende medicijnen? Laat ik ten eerste zeggen, ik ben geen klinicus, maar als ik even, dus ik kan alleen maar speculeren op basis van mijn ervaring met mijn zeer geleerde collega's erin. En dat is dat over het algemeen, er wordt er gewerkt in Nederland volgens een richtlijn, de uveïtisrichtlijn. Dat is eigenlijk door experts opgesteld, met heel veel klinische ervaring, maar ook wetenschappelijke onderbouwing, om een behandelplan gestandardiseerd toe te passen. Het zorgt er ook voor dat je eigenlijk de beste oogzorg kunt krijgen in Nederland volgens die richtlijn. En wat er over het algemeen gebeurt is dat er als een ontstekingremmer wordt gebruikt. En die ontstekingremmer heeft een positieve invloed. Dus dat betekent de ontsteking wordt minder. En de oogarts kan het waarnemen met verschillende testen. Dus die ziet dat de ziekteactiviteit afneemt. Dan kan een oogarts wellicht de medicatie gaan afbouwen. Omdat er dan voor langere tijd een stabiel ziekteverloop moet zijn. Met andere woorden, het moet niet verergen of heel actief blijven. Dat kan een overweging zijn om te stoppen met ontstekingremmers. Maar nogmaals, de overweging van de oogarts is altijd afhankelijk van een individueel beeld. En is wel gebaseerd op meer factoren dan zeg maar een algeheel een simpel antwoord. Wat wel zo is, is dat er een richtlijn is in Nederland die gehanteerd wordt voor het gebruik van ontstekingremmers bij uveïtis. En die is overigens te vinden. Die is overigens te vinden online. Ja. En de volgende vraag is van: hoe weet je of anticytokine therapie geschikt is voor jou als patiënt? En deze persoon had eerder antibiotica. Ja, dit is eigenlijk de million dollar question. Dit is precies de vraag die u bezighoudt, eigenlijk ook ons als onderzoekers bezighoudt en ook zeker uw oogarts. Eigenlijk is het korte antwoord erop, dat weten we niet. Uit het onderzoek op dit moment, dat tot voor kort plaatsvond, deed men onderzoek op een groep met patiënten. Dus u nam een groep patiënten en u gaf één middel en u zag dan, een groot gedeelte reageerde op dat middel, maar een gedeelte ook niet. Maar omdat een groot gedeelte reageert bijvoorbeeld op die anticytokine therapie, schrijven we dat voor. Waar we eigenlijk naartoe willen is dat we voor de individuele patiënt kunnen vaststellen of een anticytokine therapie werkt. En in ons onderzoek, we zijn dus niet zo ver dat we dat in de kliniek doen, proberen we dus op basis van het meten van die cytokine profielen van u als patiënt beter te voorspellen of een anticytokine therapie werkt, ja of nee. En dat doen we dus door het meten en het volgen van personen over de tijd. Om zo beter factoren te kunnen vinden die daar voorspellend voor zijn. Maar daar is meer onderzoek voor nodig, dus dat weten we simpelweg nu nog niet. Dank je. Dan nog een vraag. Kunt u iets zeggen over het herpesvirus als oorzaak van uveïtis? En hoeverre het afweersysteem dit, virus klein kan houden? Ja, dat is een hele goede vraag. In dat opzicht dat het herpesvirus ook een complex virus is. Dat zouden mijn collega's van de virologie veel beter kunnen vertellen nog dan ik. Maar het is zo dat het herpesvirus eigenlijk een kat-en-muisspelletje speelt met het afweersysteem. En het ligt een beetje aan het type herpesvirus dat je hebt. Maar laten we even voor het gemak spreken van een type wat een andere vorm van oogontsteking ook zou kunnen veroorzaken. Dat is niet helemaal een uveïtis, dus een ander type oogontsteking. Wat er eigenlijk gebeurt is dat zodra het afweersysteem dat herpesvirus aan heeft gevallen en heeft geprobeerd te verwijderen, kan een herpesvirus zich gaan verstoppen voor het afweersysteem. Ergens diep in
zenuwcellen waar het afweersysteem niet zo goed bij kan. Op dat moment doet het herpesvirus dan ook niet zo heel veel. Maar zodra de afweer een beetje afneemt, bijvoorbeeld door stress of andere factoren die invloed hebben daarop, kan zo'n herpesvirus weer stiekem uit zijn doosje komen en weer ontstekingen berokkenen. En dat zijn algemene factoren van de herpesvirussen die bij oogontsteking een rol spelen. Bij uveïtis zijn er soms wat speciale mechanismen die een complexe rol hebben. En nog de laatste vraag, annex opmerking. Als je bijvoorbeeld griep hebt, is dan je afweersysteem extra actief? Deze persoon ervaart dat de uveïtis opspeelt als zij of hij griep heeft. Is dat herkenbaar? Nou, dat moet, voor mij is dat, ik kan me voorstellen dat dat herkenbaar is voor de patiënt of wellicht de overige mensen die momenteel aan het kijken zijn, die weten dat nog veel beter dan ik uit eigen ervaring. Laat ik het zo zeggen, er is niet een ja, dat gebeurt altijd. Maar als je daarover speculeert, dus dat is even speculatie die ik doe, is het wel zo dat je op het moment dat je een infectie doormaakt, de griep hebt bijvoorbeeld, maak je cytokines aan die we ook in verhoogde waarde vinden bij uveïtis. Er worden stofjes aangemaakt waar je bijvoorbeeld koorts van krijgt. Dat zijn dezelfde stofjes die ook een rol spelen bij de ontsteking van uveïtis. Dus ik kan me goed voorstellen dat in sommige gevallen dat kan leiden tot een opvlamming van de uveïtis. Maar daar moet ik wel bij zeggen, het is niet omdat die cytokine profielen complex zijn, soms zelfs per individu verschillen, betekent het niet automatisch dat je als je griep hebt er een opspeling is van je uveïtis. Maar op basis van de kennis die we nu hebben, kan ik me voorstellen dat dat in sommige gevallen gebeurt. Ja. Er is nog één vraag binnengekomen die ik ook wel apart vind of interessant vind. Ik ben positief getest op HLB51 en ben van Nederlandse afkomst. Ik heb wel uveïtis, maar geen BZ. Kunt u dat begrijpen? Ik kan niet begrijpen dat u uveïtis heeft. Dat vind ik ook heel vervelend dat u dat heeft. Dit is wel de HLA B51 is wel een. Even in het algemeen. Ja, u kunt uveïtis hebben. En ja, u kunt positief testen voor een van de HLA's die ik genoemd heb. Dus ik heb er ook nog een aantal niet genoemd. Dat kan in sommige gevallen de suggestie wekken dat u een bepaald type uveïtis heeft. Maar dan moet u ook wel de typische kenmerken daarvan hebben die daarbij passen. Want, ik heb al aangegeven, sommige HLA's komen nou helemaal best vaak voor. Hè, bijvoorbeeld een HLA B51. Als je 100 mensen in Nederland zou testen, dan hebben een aantal daarvan sowieso HLA B51. Terwijl de meeste mensen gelukkig geen uveïtis hebben. Dus dat kan toevallig zo zijn. Maar we zien wel vaker dat mensen met bepaalde klachten, bepaalde HLA's, vaak in de uveïtis kliniek worden gezien. Het is voor de HLA B51 zo dat er een relatie bestaat tussen een bepaald type uveïtis. Die heb ik nu even niet genoemd. Die komt daar vaker bij voor. Maar in de kliniek gebeurt de typering voor HLA B51 veel minder vaak. Simpelweg omdat de kans dat je HLA B51 hebt, het niet automatisch hoeft te betekenen dat dat te maken heeft met de uveïtis type die je hebt. Of dat je daar ziek van wordt. Dus ik kan dat begrijpen dat u HLA B51 bent. Ik kan me voorstellen dat uveïtis soms voorkomt. Maar ik vind het uiteraard heel vervelend. En als u er vragen over heeft dat het van belang zou kunnen zijn in uw specifieke geval, dan verwijs ik u naar uw oogarts of de immunoloog die dat beter voor u specifiek uiteen kan zetten. Dankjewel Jonas voor deze antwoorden allemaal. En er komen al bedankjes binnen en complimenten voor je presentatie. En dan geef ik het nu weer over aan Kees. Ja, beste mensen, we zijn bijna aan het eind gekomen. Wij hebben inmiddels ook het hele uur volgemaakt. En ik wil op de eerste plaats eigenlijk de heer Jonas Kuiper dank zeggen voor zijn interessante presentatie. Maar ik wil ook noemen de twee mannen van de oogvereniging die ervoor hebben gezorgd dat we dit zo kunnen aanschouwen, kunnen beluisteren. En dat zijn Tom van Weerdenburg en Frank de Jong. En, want zonder dat was dat niet mogelijk geweest. Dus applaus, een digitaal applaus voor deze mensen.
Ja, en dan wil ik als allerlaatste eigenlijk nog even uw aandacht vragen. We hebben nog steeds geen ledencontact, geen fysieke bijeenkomst. En nu hebben we iets gevonden, iets bedacht, waardoor we dat misschien op een andere manier mogelijk kunnen maken. En dat is een digitaal oogcafé voor uveïtis-patiënten. Een manier waarop iemand over op een groepje mensen over een bepaald thema wat gedachten, wat ervaringen kunnen uitwisselen. En dat hebben wij onlangs ook in de nieuwsbrief aangegeven. Maar wij missen nog eigenlijk mensen die zich aanmelden van ja, ik heb een behoefte om eens daar en daar over te praten. Of ik meld me aan om in een groepje gewoon met andere mensen de kennis en ervaringen uit te wisselen. Dus bij deze doe ik een oproep aan u. Van wilt u dat doen? Geef u op via het e-mailadres van uveitis@oogvereniging.nl. Hartelijk dank. Hartelijk dank dat u erbij aanwezig bent geweest. Graag tot de volgende keer. En dit is dan het einde van deze presentatie. Dank u wel.